Zo, ik zeg een goedenavond, lieve mensen. Het is nog vroeg. Er komen nog steeds mensen binnen. En ik heb begrepen dat het helemaal is uitverkocht. Dus vanavond wordt het beren druk en beren gezellig. Ik mag de spits afbijten. En het volgende liedje kan zeker op gedanst worden. Ik wil met je dansen. Deze gaat zo. Here we go. Voor de mensen die praten, klein beetje de handjes op elkaar. Hier. Die dames daarachterin. Dames, kom op. Ik ken mezelf niet als ik jou zie dansen. Je moest eens weten wat dat met mij doet. Wat voor de mond dat geeft me kansen. Als ik wat doe, doe ik het goed. Het is het gevoel dat het zo moet. Ik wil met je dansen. Ik weet ook niet wat er precies met mij gebeurt. Ik voel me goed, dit geven moet te houden. Ik wil met je dansen. Ik sta brand, als jij maar met mij dan te gaan. Ben je er klaar voor? 1, 2, 3, de herinnering bij. En dan jullie. Oké, dat gaat goed. Hij heeft kans gegeven. Nou, dat denk ik kan. Niemand kent in het geheim. Van zijn schil ben ik. Op een avond hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar van rug was het uit. Hebben die handjes op elkaar, kom op! Hij was maar klaar, in het wit, in het rood. Hij was maar klaar. Oké, voor de mensen die vragen, ook die meneer daar. Laat je horen, zing mee. 1, 2, 3. Ga door. Oké. Hij heeft ons gegeven. Tot de laatste dag. Frank van Etten. Je nieuwe cd is in februari 2017. Welke cd was dat? Het is mijn nieuwe album. 18 nieuwe liedjes. Mijn Zigeuner Hart heet het album. En ja, daar heb ik toevallig vanavond ook een aantal liedjes van gezongen. Ja. En daar was namelijk al door iemand aanwezig, die volgt jou een klein beetje, maar dan op een goede manier. En die ontmoette ik hier ook en ik zou dus, wat vraagjes aan je willen stellen, vind je dat goed? Ja, ik ben, ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ja, hi, ik ben Gerda. Ik heb Frank als een artiest gezien in de Bonte Wever. Mijn man was er helemaal geweldig, die vond het helemaal geweldig. Ik ben hem op gaan zoeken voor zijn cd-presentatie in de Koperen Hoogte. Hij stond een meter van me af, kreeg cd's van hem, heeft een hart net als mijn eigen man. Het is een geweldige artiest, fantastische zanger, een lieve man. Ik trek mijn schoenen uit, wacht even. En, en dat ik jou dan, dat jij mij in de auto ziet zitten omdat ik weer op hem wacht, dit was de tweede keer, ook met Frank zelf. In de Koperen Hoogte. En ik vind, hij is dit waard. Hij verdient het. Ik hoor de naam Spang. Waar komt dat vandaan? Ja, klopt. Spang komt uit Coevorden. Ik ben net begonnen met zingen. Ik zing nog niet zo heel lang. Ik denk nu een maand of vier. Ja, dus dat is eigenlijk de naam Spang. En waarom trekt het zingen jou? Ja, dat is eigenlijk al een klein beetje van kleins af aan begonnen. Ik zong al wel wat. Een paar liedjes en zo, maar nooit veel meer gedaan. En toen kwam ja, Willy Ooster is op mijn pad en daar ben ik mee in samenwerking gegaan en hebben, ik denk drie weken geleden hebben we een prachtige cd-single uitgebracht met een prachtige videoclip die natuurlijk ook op YouTube te zien is. Dus ook met zijn videoclip meteen? Yes, ja, superleuk. Ja, echt gigantisch leuk en wordt ook goed opgevangen door de mensen die het zien. Ja. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien, mijn naam is Spang, Als het moet heet mijn nieuwe cd-single. En je kunt het bekijken op YouTube. Bijna ging je mee, en bijna de mooiste nacht ooit. Maar het weten, dat zullen we nooit. Je zei bijna ja, bijna, bijna ging je mee.
Het werd bijna de mooiste nacht ooit. Maar dat weten, dat zullen we nooit. Je zei bijna ja. Ging een klein beetje mis. Ik zou normaal mijn eigen singeltje doen. Ik weet niet wat er precies misging. Ik hoop dat hij nu komt. En dan gaat hij zo. Als je zegt ik zie je graag, vandaag hoor ik dan morgen, is dat maar de vraag. Want je zegt wil je nu voor altijd, hoor ik dan morgen, ben je mij weer kwijt. Als je zegt dat jij mij echt ver bent, hoor ik dan jij bent maar een one night stand. Want je zegt ik wil nu ergens heen, laat je me dan echt weer alleen. Nee, nee, ik wil ook geen gezeur, dan blijft het spannend en is er ook geen sleur. Nee, nee, praat niet over het weer, dat lijkt minder, maar dat is veel meer. Als het moet, ja, kom ik naar je toe. Als het moet, waar gaan wij naartoe? Als het moet, laat je mij dan toe. In je hart. Als ik zeg ik zie je graag, vandaag hoor dan ook morgen, is dat ook geen vraag. Als ik zeg wil je nu voor altijd, hoor dan ook morgen, wil ik jou niet kwijt. Als ik zeg dat ik je echt ver ben, hoor dan ook jij bent meer dan een one night stand. Als ik zeg ik wil nu ergens heen, laat ik je nooit meer alleen. Nee, nee, ik wil ook geen gezeur, dan blijft het spannend en is er ook geen sleur. Nee, nee, praat niet over het weer, dat lijkt minder, maar dat is veel meer. Als het moet, ja, kom ik naar je toe. Als het moet, waar gaan wij naartoe? Als het moet, laat je mij dan toe. In je hart. Als het moet, kom ik naar je toe. Als het moet, waar gaan wij naartoe? Als je zegt ik zie je graag vandaag, dan zeg ik morgen, is dat toch geen vraag. Als de regen aan de kou verdwijnt, als de zon weer door de wolken schijnt, als geluk de leugen ondermijnt, wat is mooier? Wow. Als de sterren stralen in de nacht, als de maan weer vrolijk naar ons lacht, als het laat wordt en jij op de wacht, wat is Piraten Haaksbergen, dan gaan we! Het bestaat zonder jou, het zal niet gaan. Soms dan vraag ik me af, waar kom jij vandaan? Dat ik jou heb verdiend, is misschien heel gewoon. Jij maakte, het is gewoon niet normaal dat ik jou ken. En gewoonweg jouw allergrootste fan. Dat gevoel diep in mij, dat gaat nooit meer voorbij. Jij maakte. Als het tussen ons een dag niet gaat, en je bent misschien een beetje kwaad, wordt het altijd weer goed uitgepraat. Wat is mooier? Hey. Jij houdt net als ik van romantiek, de natuurgerichten en muziek, en niet van oorlog en van politiek. Wat is mooier?
Jongens, we gaan het volle bos, kom aan. Het bestaan zonder jou, dat zal niet gaan. Soms dan vraag ik me af, waar kom jij vandaan? Dat ik jou heb verdiend, is misschien een gewoon. Jij maakt het. Ik hou van jou, dat staat vast, want je hebt me verrast, oh yeah. Je maakt mijn leven een stukje mooier. Hou me vast, hou me eventjes vast. Ben jij verrast, sta er vast, dat je goed bij me past, oh yeah. Je maakt mijn leven een stukje mooier. Dus hou me vast voor nog één keer. Is het zo, Tineke? Dus hou me vast voor nog één keer. Hatsje! Jongens, zullen we een beetje Duits gaan doen? Ja, we gaan... Dan mag je ook meedoen, hè? We gaan springen! Oh, oh. En nu allemaal, kom! Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, die in me laat. Ja. Waar gaat hij dan? Die is die eine. Es ist nicht wie es scheint. Oh, sie weint, sie weint. Aber nur wenn sie alleine ist. Denn sie ist die eine. Die eine. Und auch ihr Lied. Die immer lacht. Oh, die immer lacht. Oh. Suze und trag mir deine Hand, sag mir wer du bist, denn du bist sie. Komm in meine Suze und trag mir deine Hand, sag mir wer du bist, denn du bist sie. Wie es ist, zu lachen oder dabei zu betrügen, oh so weinen, du bist sie, wie sie dich lieben, oh zu lieben. Ich zeig dir, wie es geht. Sie ist die eine, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Oh, die immer lacht. Und nur sie weiß, es ist nicht wie es scheint. Oh, sie weint, sie weint. Aber nur wenn sie alleine ist. Denn sie ist die eine, die eine. En nou jullie, die. Harte tien zeg, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, een gezellig, lollig duo eigenlijk, zo moet je dat maar zien. En ja, die veel optreedt in het land. En ja, wat nog meer, harte tien. We zijn ook serieus, ja, hè? Dat niet denk dan. Maar we zijn ook heel serieus. Dus, dat wil ik wel, maar jullie hebben dus wel dus de zaal even op zijn kop gezet, hè, dacht ik. Hè? Nou ja, je hebt het net gezien. Ik bedoel, we staan nog in, want hier zit je met de DB, zo hoorde ik net. Dat het geluid iets zachter moet. Maar wij moeten altijd ja, toch maar over de mensen heen en het moet goed hoorbaar zijn. En vooral hier met de Polonaise en vooral met de piratennummers. Dat slaat hier in Haaksbergen ook aan. En, dat is, en vooral met onze eigen nummers, dat kun je hier zien. Dat, ja, dat sloeg aan, dus dat is het mooiste altijd. Hoe lang zijn jullie bezig? Wij zijn nu inmiddels 8 jaar bezig. We hebben net 7 april onze eerste theatershow gehad. 8 jaar hadden het zien en dat was hartstikke leuk. En wij hopen nog heel lang door te gaan eigenlijk. Jullie zijn ook een koppel? Ja, we zijn ook een koppel, ja. Ja, ja. Ja, 2 kinderen samen. We zijn, nou ja, we zijn ook 8 jaar samen. Vanaf het begin van de muziek zijn we samen. En ja, het is eigenlijk heel snel gegaan. We hebben inmiddels 4 albums.
Nou ja, heel wat singles. En ja, we hebben geluk dat de regionale, landelijke stations, die pakken alle nummers op. Maar ook wat we ook doen is echt door de week langs de piratenstations heen. En vooral hier in nou ja, hier omgeving Haaksbergen, Twente, Friesland, Drenthe. Dat is toch wel de hoek waar we het meeste zitten. Dat, ja, maar we proberen langzamerhand met een beetje, toch wel aan de ene kant piraat, maar een beetje nederpopachtig erbij. Dat we iets meer richting het westen gaan. En dat druppelt langzamerhand binnen. Hollands glorie. Tineke, wat voor je ervan? Nou, het is een en al gewoon een gezellig topfeest is dat gewoon. Echt gewoon, iedereen gaat uit zijn plaat en het is gewoon top. Ja, ik zou zeggen, Haaksbergen, dit was de eerste avond, er komen er nog twee. Nou, echt waar, het bier is goed, de sfeer is goed, de tent zit vol. Ik zou zeggen, nog 2 dagen plezier hier op Hollands glorie en wij gaan er weer vandoor, hè? Ja, adios. Tot ziens, veel succes.